It's the most wonderful time of the year. Vrolijk kerstfeest, Nintendo fans, en welkom bij een nieuwe vlog. Ja, we mogen nog steeds niet naar buiten, dus deze vlog vindt ook plaats weer vanuit mijn huis. Gezellig, gezellig. Ik had nog beloofd dat ik een tweede beauty vlog zou doen. Dus hierbij in een paar seconden mijn nieuwe beauty vlog. Dames en heren, doe alvast dat blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor iedere dag. Nee, geen beauty vlogs, maar Nintendo video's. Ik heb wel vandaag een hele mooie kersttrui aan. Die heb ik een paar jaar geleden gekregen van Nintendo. Kijk eens wat een mooie rendiertjes. Oh, oh, wacht, zo werkt het niet. Werkt dit zo? Werkt dit zo? Ja, kijk, kijk. Wat een mooie rendieren op deze trui. En wat een mooi pokebal voor in de kerstboom. En Ash en Pikachu zijn ook gezellig van de partij met mooie sneeuwvlokjes. Tot zover de kersteditie van deze beauty vlog. Nu over naar serie. Serieuze dingen. Hallo Pearl. Hallo Mitzi. Liggen jullie weer lekker? Wacht, 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 wacht. Ik ga ze activeren. Ja! Pak hem, pak hem, pak hem. Woehoe, pak hem. Yeah, pak hem. Ja, ja. Oké, okay, je hebt hem. Ja, oké, okay, oké. Okay. Doei. Kom terug. Kom terug. Waarom moet je deze altijd meenemen? Kijk, een Pearl bewaakt dan het stokje. Super schattig. Ja! Oh, je hebt hem al. Oké. Okay. Dag. Dag. Doei, Mitzi. Ja, Mitzi begint hier echt al veel te goed in te worden, jongens. En wil je meer avonturen beleven met Mitzi en Pearl? Ja, volg ze dan op Instagram. @MitziPearl. Dan neem ik deze mee. Oké. Mitzi, doe eens niet zo pro. Geef het hier. Laat Pearl ook. Wee. Nou. Nu ben ik er echt klaar mee. Dag, dag, doei. Bij kerst horen natuurlijk ook kerstpakketten. En Nintendo die had me erheen gestuurd, maar die is nog niet aangekomen. Want PostNL doet als PostNL. Maar Ubisoft, die stuurt altijd echt de leukste pakketjes op. En moet je kijken van een doos. Wacht, ik gebruik Pearl even, zodat jullie kunnen zien hoe groot die doos is. Kom eens, kom eens, kom eens. Kom maar, Pearl. Dit is een kitten van 3 maanden. En zo groot is de doos. Ik zal hem eens even proberen op te tillen. Ah, lukt niet. Wacht, wacht. Ik denk sowieso dat hij wel 1 meter breed is. Perfect shot dit. Ja, laten we hem gaan uitpakken. Oké, wat zit er allemaal in deze doos? Hey Rick, Ubisoft wens jou en al je mensen om je heen fijne, maar vooral gezonde feestdagen toe. Feestelijke groet, Ubisoft Benelux. We hebben hier een Ubisoft pet. Ja, welkom bij deel 2 van deze beauty vlog. Ik heb een nieuw pet. En door. Hallo. Liggen jullie nou nog steeds ruzie te maken? Wie gaat er winnen? Wie gaat er winnen? Wie gaat er winnen? Wie gaat er winnen? Rick gaat winnen! We hebben hier 1 paraplu. Daar heb ik dus vandaag helemaal niks aan, want het regent niet. Dus ja, voor de andere keer. Waar is dit? Oh, dit is een puzzel. Oh, een Immortals Phoenix Rising puzzel. 1500 stukjes, daar zijn we wel even mee bezig. Hey, Mitzi, ik weet dat je het leuk vindt, maar ik probeer een video op te nemen. Oh, hoi Pearl. Kan je misschien even stil zijn? Hoi, hallo. Oké. Puzzel. Oh, nice. Assassin's Creed Stratego. Dit vind ik wel vet. Ik heb nog geen Stratego, maar vroeger speelde ik dit echt super vaak. Deze gaan we even openmaken. Pearl wil heel graag helpen. Hè, Pearl? Dat vind je leuk, hè? Ja. Stratego Assassin's Creed. Dit is denk ik het spelbord. Yes, oké. En dan zie je hier wat iedereen in zijn team heeft.
Oh, kijk. Je hebt dus overal stickertjes van. Dat is wel handig. Want die kan je dan dus weer op de pionnetjes plakken. En als je dan ooit een keer iets kwijt bent, dan kan je dus een nieuw stickertje gewoon erop plakken. Ja, vet. Ik ga dit spelen, man, in de vakantie. Nice. Kijk, en dit vind ik natuurlijk altijd superleuk. Nieuwe poppenkies. Yes. Oké, wat hebben we hier? We hebben hier de mannelijke Ibor van Assassin's Creed. En we hebben hier ook de vrouwelijke Ibor van Assassin's Creed. Ik dacht altijd dat je de V dus uitsprak als een B. Maar misschien is dat helemaal niet zo. Misschien is het gewoon Ivor. En we hebben de King of Hearts. Super cool. Deze is dus van Watch Dogs Legion. Nice poppetje. En ja hoor, voor alle dansfans, Panda van Just Dance. Hij ziet er wel cool uit, though. Is hij nou een hanenkam? Hij heeft serieus een hanenkam, hè? Oké, even eerlijk. Ik speel dus geen Just Dance, maar... Ik vind dit wel een gouden panda, hoor. Dit is wel een basie. Super cool. Er komt nog steeds meer bij, jongen. What? En dan hebben we hier nog wat. Dit is altijd een verrassing, hè? In zo'n witte doos dan heb je totaal geen idee wat erin zit. Een flessie, een HyperX flessie. We are all gamers. Ik weet niet van wat voor materiaal het is, maar ik heb er ook eentje van Marvel's Avengers van dit soort flessies. Deze zijn echt super chill. Hoppakee. Leuk hè, Mitsy? Vind je die panda ook leuk? Ja, hè? Of vind je die panda eng? Ah. Hallo, ik ben panda. Nee? Panda used hello. It's not very effective. En dan zitten er volgens mij gewoon nog wat postertjes in. Jeetje mineetje, man. Hier Just Dance postertje. Assassin's Creed Valhalla postertje. Oh, daar hebben we er zelfs twee van. Misschien kan ik die dus een keertje weggeven. En nog een Watch Dogs Legion postertje. Oké, laten we die even helemaal uitklappen dan. Hè. Kijk, hoppa, die is vet. Volgens mij heeft hij ook nog een achterkant trouwens. Ja! Nice. Heel nice. Oké, die leg ik allemaal even hier neer. Want als die katten erop gaan staan, dan wordt ze echt super lelijk. Hè, Pearl? Ja, hè? Boeit jou niet, hè? Boeit jou helemaal niks. En als laatste hebben we nog een Immortals Phoenix Rising poster. Die ook aan twee kanten een poster is. Yes, nice. Nou, Mitsy. Mag ik u misschien vragen wat u vandaag van dit kerstpakket vond, hallo? En zou u in de camera willen kijken als u antwoord geeft? Ik geloof dat u een beetje moe bent, klopt dat? Nou, in ieder geval kan ik zien dat de paraplu u wel bevalt. Daar kunt u lekker tegenaan liggen, ja. En Pearl, wat vindt u van dit geweldige pakketje wat ons is opgestuurd vandaag? Kunt u dit waarderen? Een negen zegt u? Ja, oké, nou, bedankt voor alle medewerking, denk ik, ja. Nou, dan misschien toch nog even een klein serieus berichtje in deze chaotische vlog. Ik ben geen vlogger, jongens, maar ik vind het wel leuk dat jullie dit soort video's leuk vinden. Doe zeker weer even dat blauwe duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Maar 2020 was een raar jaar. We gaan nu kerst vieren. Waarschijnlijk gaan we dat doen met wat minder mensen. Althans, dat mag ik hopen, dat we ons allemaal eventjes een klein beetje aan de maatregelen houden. En hopelijk gaat het dan in 2021 gewoon weer een knallend jaar worden. Waarin we weer meer dingen mogen. Ik vind het ook jammer. Ik baal er ook van. In 2020 hebben we helemaal geen meetings gedaan. In 2019 volgens mij alleen met kijkers van de stream van Twitch. En volgens mij was de laatste YouTube meeting voor serieus gewoon in 2018. Ja, ik mis die meetings gewoon, jongens. Ik zou het zo leuk vinden als ik jullie allemaal in 2021 weer ga zien op een officiële Rikachu meeting. Dat zou echt super, super tof zijn. Doe een blauw duimpje omhoog als je dat ook wil. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En af en toe zo'n rare vlog tussendoor. Maar ja, dat moet ook kunnen. Dan zie ik jullie allemaal bij de volgende video. Mazzel! Weet je, dat is echt super handig aan de baard. Je ziet gewoon geen onderkin.